Oh, een dikke ook. Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is eindelijk weer een beetje weer om te gaan vissen. De wind is een beetje gaan liggen. Het is nog wel een beetje bewolkt, maar het waait gelukkig niet zo hard meer. Ik heb namelijk een nieuwe hengel gekocht. En een lichte. En een nieuwe molen. Dus die wil ik natuurlijk even gaan testen. Maar het is een lichte hengel voor setjes. En het waait er zo hard dat het gewoon geen doen is. Dus het is nu eindelijk een beetje opgeknapt. Dus we gaan lekker even vissen achter de baars, snoekbaars aan. Misschien nog wel een snoekie, je weet het natuurlijk nooit. Maar ik heb er zin in, man. Dus ik zie jullie zo aan de waterkant. Nou, aangekomen op plek 2. Dit was een hele tijd under construction. Daar waren ze mee bezig. Maar ze hebben hier een onwijs mooie, ik zeg het maar gewoon, een visplek gemaakt. Prachtig mooie stijgertjes onder de brug. Er is een tweede brug bijgekomen daar, oh, dus extra brede weg hierboven gemaakt. Ja, dat is gewoon top. Maar kijk hoe het eruit ziet, joh. Lekker, je kan er gewoon even zitten hier. Oh. Je kan al je spulletjes neerleggen. Ideaal vissen. Aan de overkant hebben ze ook zelfs nog een parkeerplekje gemaakt. Oh, ik zie dat mijn broer ook al geweest is. Kijk. Oh joh, zonde man. Ben je ook al geweest, Natte? Het is jammer dat je er niet bij bent. Kijk, dank je hoor. Prachtig. Maar die Nat is er niet bij. En die zit nou met gekneusde ribbetjes thuis. Dus Natte, als je deze video kijkt, beterschap jongen, ik hoop dat je er snel weer bij bent. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal, dus we gaan het proberen hier ook. Ja, ik heb dus ook een mooie nieuwe hengel gekocht. Het is een Sportex. Een Excite Spin. Het is best wel vrij lichte. Hij is 3 tot 17 gram zelfs. 2,10 meter lang. En daarop heb ik een Shimano Ultega. 2500. Prachtige molen. Dus 10 onderste gevlochte lijn. Nou, helemaal top. Dan gaan we het even mee proberen, man. Ik heb er echt zin in om uit te testen. Ik ben benieuwd of het wat is. Ongelooflijk. Ja, ze zitten er wel daar. Ah ja. Wat even kleiner in de hoek. Kijk hier, er zitten er heel veel. Oh, een dikke ook. Zo, dat is wel een dikke, hè. Zo, wat is dat dan? Huh? Snoek? Nee, dikke. Oh, dat is wel een dikke, hè. What the fuck? Een roofbrasem. Nee, joh. Nee, laat maar los, joh. Laat maar los. Brazen, jongen, die willen we niet. Dikke brazen. Echt ongelooflijk. Ja, wat de fuck, joh. Roofbrasem, ouwe, roofbrasem. Wacht, vriend. Wacht even, vriend. Een roofbrasem. Ja, precies, maar zo meteen. Vieze ding. Heel dik. Heel dik, dit. Slijm allemaal eraan. Vieze ding mag eraf. Ook gewoon echt eens vol in zijn bek, joh. Nee, die hoeft niet meer net, die vieze brazen. Zo, hij pakte hem wel hard al, joh. Dat is wel echt klap, gewoon. Hoe dan? Geloof je dat niet?
Ja, hangen eigenlijk. Hangen. Hangen? Een baarsje denk ik. Of een klein snoekbaarsje. Hij is al los ook. Heel klein snoekbaarsje. Nou, dat, hij is niet zo groot. Maar hij staat er wel op, een klein snoekbaarsje. Nee, maar heb ik ook sowieso geen last van hoor. Ik vind dat wel lekker snoekie. Ah shit. Helaas, aan een beetje. Ja. Nee, ik vind snoek niet erg op zich. Alleen ja, de fluorocarbon vind het minder leuk, maar... ik vind snoek ook wel leuk hoor. Ik had net een dikke roofbrasem. Holy shit, natte jongen, ik heb er nou een vis aan hangen. Dit is sowieso mijn PR, jongen. Hoort je slip? Niet normaal, dit jongen. Holy shit, jongen. Oh shit. Kijk die hengelkolf staan, jongen. Holy shit. Dat is niet normaal, hoor, dit. Holy shit, dikke snoep, jongen. Oh, wat verdomme. Jezus, dikke meterbak gek. Holy shit. Kan je helpen of niet? Ah, tuurlijk. Zo, die is groot. De vloeiverband, ik wil hem eigenlijk wel een beetje snel scheppen, denk ik. Hij is een meter hoor, hey. Kik hoor, hey. Moet ik hem scheppen of schep jij hem? Schep hem maar als je wil, man. Leg je telefoon op. Kijk dan, joh. De koordje nat, hè. 1,3, 1 centimeter groter dan mijn PR, maar is goed. Ja, dat is een PR, vind je niet? Holy moly. Oh, fotootje maken. Holy shit, mensen. Oh. Wat is daar nou gebeurd, joh? Helaas was de GoPro leeg. Ik denk, nou, ik doe nog even een worpie. Oh. Nou, ik ben 3 minuten bezig geweest, 4 minuten, voordat ik de vis boven kreeg. Ik dacht, nou, dat is sowieso mijn PR snoekbaars. Nou, dat was het niet. Het was een dikke snoek op een klein kitex-setje op fluorocarbon. Volgens mij tot 9 kilo, dacht ik. Ah. 1 meter 3. Gewoon een PR gewoon gevangen. Heerlijk. Nou, ik kan zeggen dat mijn hengeltje geslaagd... Komt bijna mijn woorden niet meer uit. Maar ja, mijn hengel is geslaagd. Mijn moletje is geslaagd. Ze zijn goed bevonden. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb 3 mooie vissen kunnen vangen. Een dikke roofbrazen. Maar ja, dat is niet veel. Maar ja, genieten man. Vond je het nou een leuke video? Dan even op die like knop. Dan zie ik jullie de volgende keer.